Ja, het is dus nu dinsdag 4 februari. Ja. Het is nu op de tijd bijna 9:30. Nog niet helemaal. Bij de kinderbedtijd. Kijk, maar we staan dus weer op ons eigen vertrouwde plekje. Ja. De Mol of the Netherlands. Ja, en we gaan jullie even weer even een kleine sneak preview geven. Hoe het wat en wat hier vrijdag 7 februari gaat komen. Nou, dit kennen jullie allemaal al. Het is heel mooi. En wat jullie ook al weten, het is hier al heel hoog. En nee, het is niet daar, maar we staan dus bij een hek. En er gaat dus vrijdag een winkel open. En dat is dus die winkel. Die gaat open. Die gaat open. Kijk. En wat we al vaker hebben gezegd, zo gaat het er weer uitzien. Yep. En dat is nog allemaal boven. Dat kunnen we nou nog niet zien. Maar deze winkel gaat dus een vrijdag open. Spannend. En een leuke aparte brandmeldertje, schat. Hey. Deze? Oké, mobiele brandmelder. Twee. Dat is grappig. Dat is grappig. Dus, mensen, vrijdag gaat deze open. Heel veel shopplezier bij de nieuwe Hunkemuller. Oh ja. Ja, ja, gas geven, schat. Gassen. Gas geven. Die komt niet eens omhoog. Oh, rustig. Hij komt niet eens omhoog. Wel? Kijk, juist. Zo. Oeh. Oeps. Weet niet wat nou op die wiel zit. Nee, niks. Denk al. Ja, een hele goede middag allemaal. Het is alweer zaterdag 8 februari. Het is bijna 2:00. We zijn nu aan het lopen met een lady. Roderick die heeft zusjes. En wij gaan wat leuks doen vandaag. Dus daar horen jullie straks later meer over. Dus wij wensen jullie heel veel kijkplezier bij deze vlog. Nieuwe weekend vlog. Zaterdag vlog. Wow. Zo, ja. Nou, jullie zien het. We zitten in de auto. We gaan gezellig naar Amsterdam. In de wagen. Ja, ik had al de vlog geopend. Ook niet zoals ik normaal altijd doe. Want mijn naam is Karin Stammer van der Werf. Dat is Roderick Stammer van der Werf. Helemaal gezellig. En ja, het is nu 17:24. En we gaan hopelijk zonder kleerscheuren naar Amsterdam. Ja. Nou, groener als dit wordt hij hem niet, jongens. Goed zo. Keurig. Ja. Maar ik heb er wel zin in het hele gebeuren. Sowieso. En Ro ook, alleen hij kan nou niet zo heel veel, want het is een drukke weg hier. En wij hebben Volvo achter ons. Ja, GRS. GVS. Ja, gas. Noem ik het eigenlijk altijd. Okay. Ja, GeForce. Ja, GeForce, ja. Gas. G4AS. Ja, G4S beveiliging. Joepie! Handig. Is leuk. Beter ik sluipreclame moet kunnen, toch? Ja. En je zit toch, nou ja, je zit op de weg. Dus alleen, ja, je zit in een auto. Dus, ja. Maar heb jij er ook een beetje zin in? Ja, dat wel. Dat wel, dat wel, dat wel. Maar vertel, alleen dat wel? Ja, we rijden er naartoe. In het prutsstuk, dat is wat minder. Ja, maar je moet ook niet kijken, niet het nu, maar je moet kijken naar waarom vanavond. Ja, als we weer terug gaan, weer op dit prutsstuk. Ja, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over vanavond, want, ja. Want wij hebben VIP-kaart. Hoe zijn we daaraan gekomen? Via een WhatsAppje, een vriend van mij. Ja. Dat is handig. Waarom?
waarom is dat handig? Je had er vier, je had er zelf één, dan gaat hij er drie weg. Nou, wij twee, iemand anders één. Nou, dan moet je vier kaarten. Ja, en hij geeft het zelf toch? En de, ja, de BNR in spe? Ja, die geeft het zelf aan ons persoonlijk weg. Dus dat is leuk. Dat is heel leuk. Leuk nooit gehad. Niet, echt niet? Nee. Oké, okay, want? Je moet echt een echte BN'er gaan zoeken. Een BN was voordat wij hem kenden. Ja. Het is hier anders een sauna, ja. Oké, okay. Nou ja. Jullie horen het straks wel verder. Spannend! Ja, schat, en waar staan we nu? Ja, nu bij het theater voor de deur. Welk theater? Hele goede vraag. Ja. Hoe heet dit theater? Daar in Amsterdam. Nou, dan moet je even kijken op je telefoon. Waar je meer gaat. Nou, en wat gaan we daar doen? We gaan een komiek beschouwen, aanhoren. Bijwonen. En we hebben VIP-kaarten. Dus dat is leuk. Is? Ja. Waarom is dat leuk? Dat is toch leuk, VIP-kaarten? Denk jij dan? Geen idee. Heb jij geen idee? Jij bent daar. Hey. En dat is? Roland. Stel hem even voor, schat. Hey, dat is Roland. Ben je Roland? Of Roland? Hey, ik ben Roland. Dat is mooi. Ken jij hem? Ik niet. Ik ook niet. Niet? Tijd geleden. Pet is nieuw, denk ik. Geen idee. Tijd geleden. Nee. Ik ken Roland altijd als een pet, maar dat is niet de goede pet. Nee. Maar je weet nou wel, hè, dat je in mijn vlog komt, ja, hè? Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Dat zeg je ook nog eerlijk. Hi. Mijn vlog, of ga je zeggen? Nee, ik wou zeggen. Doe maar. Ja, doe maar. Ja, we doen ook alles met moordschaam. We doen wel eens iets met twee ogen. Ja. Dat is goed. Hallo. Hoi. Er is maar één kaart gekocht. Zo, oh, ja. Pats. Oh. Wij hebben niks gekocht. We komen wel. En dat is Lisa, vriendin van mij, en dat is Mike, de technicus. Hoi. Die waarmee ik samen. Goedenavond. Okay. En dit is het epicentrum van de Nederlandse komedie. Ja. En, ja, ik weet niet, maar was je nu al mee? Nee, ik nog nooit. Oh ja. Ja, staat hij nog? Nee, staat hij nog. Van jullie. Maar dit is 30 jaar geleden. Ja. Dat is leuk. Maar ik weet niet, dit is niet de zaal. Nee, je hebt de grote zaal ook hoor. Ja, de grote zaal. Dit is de blauwe zaal zoals die heet. Dus de kleine zaal. Ja. Zoals dat zo mooi heet. Dan weet je dat je dus niet een podium hebt. Ja. En dat het publiek... Oh, je maakt echt een hele vlog, hè? Ik wel. Wat denk jij dan? Dat het publiek, zeker bij het soort voorstelling wat ik nu speel, want ik heb veel verschillende programma's gemaakt, ook met muzikanten, en of bijvoorbeeld een boek, en dat ik dan een verhaal moet vertellen. Maar dit is echt een, gewoon eigenlijk bijna stand-up comedy. Gewoon alleen een microfoon en een club. En dat is, voor zo'n programma is het wel heel fijn als het intiem zalen zijn, als het dicht bij het publiek is. Ja, dat is. Ik zou natuurlijk wel trots zijn als ik drie weken carré zou uitverkopen, maar dat is niet zo. En, maar dan vaak valt het er net achter. Tussenin, zie je het in de zaal. Maar kun je alles hebben? Nee. En daarbij ga ik ervan uit dat de mensen hier kijken in plaats van daar. Daar ga ik mijn best voor doen. Ja, okay. Het kan interessant zijn, hè? Dus zo'n lampje en een schaduw dat je daar wat bij doet. Dat is het waaijaarspel. Precies. Wat zei je? Stoppie. Ja, ik dacht gewoon zo te doen. Hij is iets achter je naam. Ja, prima toch? Ja, je hoofd is zo goed in. Als je binnen staat. Daar haalt het. Ik weet niet. Ja, dat kan. Dat is niet voor me. Goed. Kruk is leuk. Kruk is leuk. Oh nee, dat is wel hard. Niet al te hard doen, maar het is een echte kruk. Je ziet het, hè? Ja, die vallen. Ze gaan allemaal naar beneden. Kijk, dit... 5 boven. 6, 7. Oh, daar zo. Oké. Visje erin. Dat is even zo jammer, hè? Ja, echt, hè? Visje erin. Er zijn heel veel mensen die denken, die zitten dan op
rij 10 of zo, die zitten zich de hele voorstelling af te vragen wat het nou is. Wat zit hier nou bij Physicom? Ja, Physicom, ja. Maar... Je moet alleen nog iets... Ja, ik kan die andere... En Mike zingt al 50 voorstellingen bijna van Olivia Newton-John, Let's Get Physical, weet je wat dat? Ja, dat ken ik wel. Physical. Flauw. Ja, maar het gaat er niet meer uit. Nee, het blijft hangen. Physical, dat is wel goed, ja. Weet je, mama appelsap achter. Ja, mooie opnames. Wil je jezelf niet presenteren of zo? Dat, Heb ik al gedaan. Heb je al gedaan? Goed. Heb je het niet gehoord? Net hier ook, of niet? Nee. Ja, huh? Ja, er gebeurt nog helemaal niks. Jawel. Genoeg. Zat. Nu wel leuk. Uitgeput zijn we het jaar. Wat is nou de top hier? Wij gaan we onderweg. Hier oh, ja. Er moet iets... Voor, ja. Ietsje. Oh, Physicom, Physicom. Ja. Zit erin meteen, hè? Ja, eigenlijk kom er niet meer vanaf. Nee. Bedankt. Ietsje omhoog. Tikje. Super lullig, hè? Step into the light. Hey, Mikey, wat is dat? Oh, dat is die van de achterdoek. Ja. Ik zag zo'n rare plek erboven. Maar kijk, we krijgen dus magie, hè? Ja. Krijg je er ook rook bij? Ja, ik zie het al, ja. Ja. Je gaat goochelen, toch? Ja. Met paarden ook. Paarden. Met paarden, want mag toch echte paarden mag niet meer, hè? Die uitere dingen ook die daar hangen, maar... Dat zie je echt heel duidelijk van. Ja, maar ja. Ja, nu wel. Het lijkt wel een soort abattoir, man. Met paarden. Als dat doek open gaat, joh. Ja, man. Haken, vleeshaken, zeg. Hoi. Heel veel mensen. Hey. Ik heb natuurlijk allemaal andere teksten doen, anders dan weet ik niet precies wat het over gaat. Zijn de hele dag alleen maar bezig met hoe ze herinnerd zullen gaan worden met hun legacy. Wat zeg je? Ik vind het wel... Ja, fantastische bier. Ja, heel veel koffie is... Geen vent. Ik heb er even naar de Ja, je komt er geen hoor. Wat? Nee, heel flauw. Steven Hoogschuis, dat weet je wel. Weet je wat ik kan? Dat, die, dat je met Jennifer liep dat, bij die reporter op de... Precies. Die is afgeslagen, die sticker erop. Nou, wij gaan dus nu naar de zaal toe. Toch? Ja. 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 Kijk, met die twee gekke kerels. Kasper van Kooten! Die waar is mijn eigen vent ook daar? Heb je er zin in, schat? Moordvrouw en DNA en zo. Dat is wel, ja. En goede tijden. Heb je al goede tijden? Ja, jawel, 4 keer. Een foto maken! Ja, dankjewel. Ja. 4 keer, want dan staat er op minuut 2. Ja. Van de vrouw, wat leukste. Hè? Ja, ik kom niet snel weer. Ja, vertel. Ze was een oud personage, gespeeld door Inge Ippenburg. Had toen goede tijden in en toen moest ik die fotograferen zo. Maar toen zijn ze heel beheerst, niet helemaal. Hier, dit hè? Ja, dit is leuk. Dit nee, is hier. Leuk. Toch? Ja. Ja, hier. Maar net zeggen, schat. Jij gaat, nee? Ja, ja, hier weg hoor. Ja, nou ja. De volgende wel. Zeker. Nee. Nee. Nee, dit is en de en is de verkeerde. Is het dat? Ik kom hier niet aan. Nee. Hierin weer. Dan moeten we die kant op. Ja. Die kant op moeten we. Goed, we zijn op het podium. Ja, hierin. Hier.
Nee, hierdoor. Ja, ik mag. Je hoort echt publiek erachter zitten. Ik denk als je die deur doorheen zet, dan denk ik, dan sta je op het podium. Nou, ja, is dat leuk? Goedenavond. Leuk, gewoon eventjes een beetje verkeerd lopen, ja toch? Het boek open met dollar. Hey, goedenavond allemaal. Het is je tenminste hier. Ja, precies. Staan we daar pas nog rond.